Joep van Hek is met een flinke tegenvaller geconfronteerd tijdens zijn vakantie in Italië. De cabaretier, die samen met zijn vrouw naar de Italiaanse zon was afgereisd voor een welverdiende rustpauze, heeft zich een weg gebaand door een nachtmerjachtige vakantieervaring. Het lijkt erop dat Joep, bekend van zijn scherpe humor en scherpe observaties, zich nu in de val van een stel Italiaanse oplichters heeft gelaten. Volgens het programma Max Vakantieman. Dat zich richt op ouderen die vaak online minder bedreven zijn en daardoor kwetsbaar zijn voor misleiding, zijn er talloze voorbeelden van bejaarden die bedrogen worden op hun vakantieadres. Ze vinden de reviews van hun accommodatie vaak niet gemakkelijk, kunnen niet goed gebruik maken van Google Street View om hun omgeving te verkennen en vallen daardoor ten prooi aan onbetrouwbare aanbieders. Joep van Thehek, die recentelijk zijn carrière als cabaretier afsloot, wilde zijn vakantie in Italië genieten, maar het blijkt allesbehalve ontspannen te zijn. Bij aankomst in de vakantievilla, die volgens de foto's op de boekingssite... een prachtig zwembad en een idyllisch uitzicht over de zee beloofde... kwam hij al snel tot de conclusie dat het allemaal een leugen was. Het zwembad blijkt eerder een komisch doopvond voor kabouters te zijn... en het beloofde zeezicht is slechts zichtbaar door een saaie heg. Alleen op een wankeltrapje kan je inderdaad een glimp van de zee opvangen. De problemen stapelen zich op in de villa. De slaapkamerluiken kunnen niet worden gesloten... Waardoor de zon je al om 6 uur s ochtends uit bed brandt. De enige airco in het huis blijkt een kreunende tafelventilator te zijn die niet in staat is de penetrante geur van dode muizen te verdrijven. De buren hebben een stel luidruchtige hondjes die de hele dag doorblaffen, en het aanwezige bestek is uiterst beperkt, slechts twee van elk stuk. Desondanks heeft Joep ervoor gekozen om de villa slechts als slaapplek te gebruiken en de rest van zijn tijd door te brengen op het strand en in de lokale restaurantjes. Een absolute topvakantie, Aldus joep met een ironische knipoog. Het lijkt erop dat de charme van de Italiaanse kust hem in elk geval een paar fijne momenten heeft gebracht, ondanks de tegenslagen in zijn verblijfplaats.